Wat vindt u van de veiligheid in de gemeente Heusen? Het kan natuurlijk altijd een beetje aangepast worden. Het is natuurlijk niet 100%, maar ze zijn op de goede weg. Ja, ik voel me eigenlijk wel veilig. Eigenlijk ook in onze buurt eigenlijk. Dat is, ja, eigenlijk wel. Niet altijd veilig. Vooral de trottoirs zijn zo ongelijk en je moet echt opletten welke stap je zet. En heeft u daar zelf wel eens last van? Ja, gevallen. Ja, en 2 polsen gebroken. Ik voel me hier in Drunen heel veilig. Behalve als ik op vrijdag naar de markt ga. De zebrapaden liggen namelijk op de verkeerde plek. Kunt u daar iets over uitleggen? Waarom liggen die op de verkeerde plek? Nou, we hebben hier waar plein 13 zat een prachtig zebrapad. En daar staan de marktkramen ervoor aan deze kant. Okay. En heel vaak, als je met de auto langskomt, iedereen steekt hier over. En ook de oude dametjes met de rollators. En dat is toch een tikkeltje veilig. Ja. Onveilig, sorry. De stoepen zijn echt slecht. Vindt u dat de gemeente daar genoeg aan doet? Nee, vind ik helemaal niet. De gemeente doet er weinig aan. Wat zou u graag willen zien dat de gemeente daaraan zou doen? Ja, veranderen en goed leggen. Fatsoenlijk. Ja. Dat wij gewoon goed kunnen wandelen. Ja, iets meer lantaarnpalen. Want in de Julianenstraat loop ik altijd met mijn hondje, maar daar is het vrij donker. Het graag zou ik aangepast zien willen worden dat de mensen toch 30 blijven rijden. Want wij maken hier op de markt maken wij het ook mee als we hier de weg over willen steken. Dat de mensen te hard rijden en dat de zeker mensen met een scooter of met een rollator, dat die niet over kunnen steken omdat de wagens te hard rijden. Ik denk niet dat het aan de gemeente ligt, ik denk dat het meer aan de handhavers ligt. Dat de handhavers beter eventjes de boel in de gaten houden en dan ook erop wijzen dat de mensen er eigenlijk rustig moeten houden.